De tijd dat ze alleen nog in de weekends om toes te slapen is voorbij. Tenminste als het aan de diverse weekraden ligt. De buurt heeft volgens haar zoveel meer te bieden. Zo ook op een kapel in het Zijn, zo bleek afgelopen zondag. We hebben vandaag warme kijk op de wijk. Dat is gezellig samen zien met alle mensen uit de wijk. Om een keer elkaar in een andere vorm te zien en met elkaar te kletsen en met elkaar van gedachten te veranderen. Mm-hmm. Dus voor de gezelligheid en presentatie van alle, naast de Pappelhof en mensen die hier in de wijk wonen die zich kennen presenteren met wat ze doen. De Oude Kerkhof, de Kapelse Meulen. Mm-hmm. Dus we hopen op een hele grote opkomst vandaag. Ja. Dit is al volgens mij de vierde of vijfde week waar ik nu kom. En overal is het anders, maar overal is wel de betrokkenheid van de mensen. En het is gewoon heel erg goed. En ook een week zoals de kapel, die al heel actief is en heel betrokken is, toch dit soort dingen organiseert om mensen samen te laten komen. We moeten elkaar leren kennen, zeker nieuwe mensen in de week. Hebben we deze week ook allemaal huis aan huis persoonlijk uitgenodigd. Dat ze ook weten van, kom eens kijken wat er in de week leeft en welke verenigingen er zijn. De schwung moet erin blijven, mensen moeten zich kunnen blijven ontmoeten. En dan blijft ook die creativiteit en betrokkenheid die hier al is, die kan dan ook blijven bestaan. Dus dat is heel belangrijk. We zijn het hele jaar door bezig. Alles wat in de wijk leeft, net als de Alfonsenschool, verkeersproblemen, dat kaarten we aan bij de gemeente. We doen elk jaar ook een wijkrondgang om te kijken, kunnen mensen meelopen en dan kunnen ze zeggen wat hun stoort of wat ze hier anders zouden zien. Lopen ook altijd een paar wethaaiers mee, dus die kunnen dan aangeven van, kunnen we hier gaan dan doen? Daar wordt het vroeger een beetje wekkend hebben horen, mensen zich niet meer kosten treffen. Dus dat weekraden samen met de wijkregisseurs, want die spelen ook een grote rol in. Dat die zich weer samenpakken en alle organisaties uit de wijk bijeenbrengen en zeggen presenteer ik nu eens. En dus dat in de meeste wijken de belangstelling ook heel erg groot is. Dus volgens mij is het alleen maar groeiende. Vanmiddag is gezelligheid en dat de mensen even goed ook kunnen aangeven wat ze anders zouden willen. Maar vooral de gezelligheid. Hè.